Ja. Ik zal hem eens bellen, ja. Dankjewel. Wij gaan over naar Café de Wereld. Kijk maar. Wat een luisterrijk etablissement heeft u hier. Oh, dank u. Mag ik van u een blond gekraagd glas gerstnat? Mijn beste waard. Oh, zeg maar Remco. Eén Remco dan, mijn beste waard. Heb jij het ook gehoord van die vogelpest? Nee, maar ik had gisteren een feestje. Oh, en de avond ervoor ook trouwens. Ja, dat was lachen. Want, ja. Maar je kunt er trouwens eigenlijk van uitgaan dat ik deze maand helemaal niks heb gehoord. Ja, maar het schijnt dat het weer helemaal deze kant op komt. Wie? De vogelpest. Oh. Ja. Nee, maar daar had net iemand anders het ook over. Ja, dat was ik. Wacht, dan ga ik hem even voor je zoeken. Dat is handig, toch? Hallo, ik sta voor je, hoor. We gingen ook weer naartoe. Wacht even. Oh, hij gaat die kant. Ja. Hé, hey, kutwijf. Oh, ben jij er ook, blonde hoer? Ik had alleen de behoefte om er even helemaal uit te zijn. Dat heb ik al 63 jaar. Zeg, weet Alex waar je bent? Die denkt dat ik bij Pieter en Margriet zit te britsen. Oh, ik zeg altijd dat ik met Laurentina de manege ben. Laten we even afspreken. Alles wat er hier in dit café gebeurt, dat blijft tussen ons. Al zetten zij 220 volt op mijn genitaliën. Ik geef geen kick. Wat een prachtige vrouw. Lang, spontaan, warmbloedig. En met die prachtige, begripvolle ogen. Jazeker. Je zou bijna weer gaan verlangen naar de watersnoodramp. Zodat Maxima de bevolking kan troosten. In van die mooie, strakke, hoge laklaarzen. Ja, en dat er dus een golf aankomt. En dat haar hele t-shirt dat is. En dat ik dan net langskom in een rondvaartboot en haar een warme badjas kan aanbieden. Ja, daar zit je te verpesten. Hé, hey, Bob, ben jij ook zo bang voor de vogelpest? Want ik durf de deur niet meer uit, man. Oh, dat gaat de goede kant op. Het is allemaal de schuld van die Aziat, hè? Kijk, je moet vogels helemaal niet pesten gewoon. Kijk maar naar de birds van Hitchcock. Als die beesten kwaad zijn, ja, dan pakken ze ons terug. Die Vietnamese neuken die kippen gewoon de hele dag. Dan krijg je dat soort rare ziektes. Oh? Dat is net als met AIDS. Dat kwam omdat ze in het donker Afrika hun leuter in een aap gingen steken. Hey, Bo, bestaat er eigenlijk ook ponypest? Hey, Maxi, lieve schat, waar is Minnie? Zeg, lieverd, leuk dat je er bent, meid. Eindelijk is iemand met klasse in dit café. Ja, ik zat hier altijd in mijn eentje de rufte tegen het plafond te hangen. Maar goed, daar ging er weer een. Oh, lekker zeg, die ging onder mijn jasje omhoog. Heel interessant, heel interessant. Bedankt voor uw tijd. Zeg, meneer de kok, misschien dat u dat weet, maar die vogelpest, hè? Kan die nou eigenlijk ook op mensen overslaan? Tokken, 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 tok, tokken, 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 tok, tokken, 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 tok, 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 Mariska! Tok, als u mij op dit moment live bekijkt.